elk feestje zijn er twee soorten mensen. Zij die willen blijven en zij die naar huis willen. Het probleem is dat die twee meestal met elkaar zijn getrouwd. U zit thuis en kijkt naar ons. Tot overmaat van ramp. Ethan Huis is een singer-songwriter uit Venray die melodieuze pop laat flirten met melancholische folk. Een muzikant die muziek maakt vanuit zijn hart. Hij treedt op in binnen- en buitenland, van het zomerparkfeest in Venlo tot Paradiso Amsterdam. Maar daarnaast geeft hij ook gewoon muziekworkshops aan leerlingen van groep 6 en 7 op twee basisscholen in Venray. Begin 2021 verschijnt zijn nieuwste plaat, The Monochrome Veil. As I walk these old forsaken disregarded streets, trees in my mind's eye holding on to their last leaves. No one really enters here and no one really leaves. The houses frozen skeletons of unresolved grief. This is a ghost town. Churches on the avenue, they slowly lose their paint. The walls are there to separate the sinners from the saints. The people here are cornered by the lines that drew themselves. The children are the echoes of the relics that I delve. This is a ghost town. This is a ghost town. This is a ghost town. And is giving up the ghost. No ascending wings to be found, no enlightenment. No damn way to shower up this old unpleasant scent. No one holds a candle up and no one leads the way. No Renaissance ambassadors to welcome a new day. This is a ghost town. This is a ghost town, this is a ghost town, and it's giving up the ghost. The stones that build your walls could also make your halls. The stones you used to throw. Foundation of a higher ground. All these fading footsteps, how they simply symbolize the lack of growth, progression, and political divides. The gaze is from a distance, but up close, avoiding looks. The burning of the library and science in your books. This is a ghost town. This is a ghost town, this is a ghost town, and it's giving up. This is a ghost town, this is a ghost town, this is a ghost town, and it's giving up the ghost. The ghost. De Franse filosoof en schrijver Marcel Proust stelde bij leven een vragenlijst op waarmee hij zichzelf en zijn omgeving beter trachten te leren kennen. Die vragen die gebruiken wij voor een verdiepend gesprek met een cultuurmaker of cultuurminnaar. En vandaag hele bijzondere gast Marion Lambrix. Operaster, zangeres, operettester. 8 jaar niet geïnterviewd en nu zit u er toch. Maar wel in een vertrouwde omgeving voor een spiegel. U zei over uzelf,
ik heb niet zo'n groot talent. Mijn stem is niet zo groot. Hoe kan iemand dat zeggen met zo'n carrière? Omdat dat de waarheid is. De waarheid. Ik heb ook nooit zangeres willen worden. Ik wilde altijd acteren. Ah? Ik wilde altijd acteren, altijd. Mijn vader was ook een goed acteur, amateur. Maar mijn vader was een multitalent. Die componeerde, maakte liedjes. Ja. Maar waarschijnlijk heb ik toch veel van hem gekregen. En ik wilde altijd acteren. En ja, als klein meisje stond ik op mijn slaapkamer voor de spiegel en was Connie Frobos en daarna twee kleine Italianen. Mm. Connie Frobos. Dat was mijn zangtalent. En nooit aan zingen gedacht. Maar had mijn vader weer eens een show gemaakt in Valkenburg. En toen vroeg ik, laat me toch eens meedoen. En schrijf toch eens iets voor mij. Ja. Nou, daar had hij zich laten invallen. Ik zou een parodie maken op een operazangeres. Ja. Carmen. En ik stelde me een operazangeres voor als een corpulente dame. Hè? Dus ja. Ik had overal kussens en daar kwam ik op en ik zong L'amour est un oiseau. En ik begon te zingen. Maar dat was voor mij acteren. Acteren was dat. Maar die stem hoorde die avond de bekende en beroemde destijds tenor Tom Brandt. Ja. Hij was dé evangelist in Matthäus Bach's Passion over de hele wereld. En de volgende dag kreeg een telefoontje van het conservatorium Maastricht. Ja, meneer Brandt wenst, zou het fijn vinden als u eens wilt komen voorzingen. Ja. Ik denk, nou, ik zal jou eens wat laten horen. Hè? En ik zong gewoon. Oh, zei hij, reines natuurtalent, aanvangen. Ik ging naar huis en ik zei tegen mijn ouders, papi, mami, de meneer heeft gezag, ik ben een natuurtalent. Geloofden ze dat thuis? Nou. Oh, op het gemak. Maar toch had u zelf, nou, conservatorium ligt om de hoek bij de toneelschool. Heeft u het ooit geprobeerd, de toneelacademie? Nee, nooit. Nee. Ik ben op het conservatorium blijven hangen. Ja. In Maastricht een jaar. En dan kreeg ik allebei vakken, harmonie leren, contrapunt. En ik voelde gewoon, ja, ik kreeg plezier in dat zingen. Ja. Ik kreeg zoveel gevoel en passie. En ik zag dat ik dat kon combineren. Heeft u het gevoel dat u dan in het begin van de carrière een beetje gebluft heeft? Dat u zo wat veel mannelijke collega's, denk ik, in de opera en operette zo ontzettend goed kunnen? Ja, dat zou je best kunnen zeggen. Want dat vertelt u eigenlijk ook over die eerste Carmen-ervaring. Dat u denkt, nou ja, ik wist niet of ik kon zingen. Ik heb gespeeld alsof ik kon zingen. En toen bleek ik het te kunnen. Ja, dat zou best kunnen. En, maar ik kreeg toen, ja, op een gegeven moment komt dan de uitnodiging uit Salzburg dat ik bij Herbert van Karajan moest voorzingen. Ja. Ik denk niet dat je dat mocht zeggen tegen Karajan. Ik zeg, Herr van Karajan, zo wie sie dat mag, kan ik dat niet. Ik kan überhaupt geen piano zingen. Ik zong maar. Ik wist hem. Sagen Sie bei mir nicht, nie, dass Sie nicht etwas können. Das können Sie. En toen zei hij, je krijgt de rol. Dat was Tebaldo en de Stimme vom Himmel in Don Carlos, in de Salzburger Festspiele. Aber jetzt wird es Zeit, dass Sie singen lernen. En toen ging er met mij een lichtje op. Ik denk, als die man dat zegt, dan ben je eigenlijk toch verplicht aan dat wat je hebt gekregen. Van de goede God en je verplicht, vader en verplicht alles. Verplicht naar talenten luisteren. Om daaraan te werken. U leerde veel en had een werkelijk impressionante carrière. Ik denk dat is niet te onderschatten. En dan besluit u eigenlijk, mijns inziens betrekkelijk jong, op 61-jarige leeftijd, een jaar of 10 geleden. Ik geloof dat ik een groot afscheidsconcert doe en daarmee stop. Waarom? Ik stopte omdat mijn man destijds, ja, hij was toch wel, ja, ik kom dat op het podium en in ons vak gaat alles over liefde en doodgaan en hij kon daar niet goed tegen. En hij was, ja, daar zat toch wel een beetje jaloezie in van op het podium. Ja, nee, dat wil ik niet. Dat hij te dicht bij mijn vrouw kwam. Oh, u stopte en ik echt om de goede lieve vrede in uw huwelijk te bewaren. Ja, en ik dacht ook van, ja, die man die houdt waarschijnlijk zoveel van me. Ja, die wil dat niet. En ja, en toen ben ik dat gaan
terug. Ik heb me al, ja. Vindt u dat een. Staat u nog altijd achter die beslissing? Want ik vind het best wel een heftig besluit om voor de liefde, je passie, je roeping, zeker, iets waar je zo getalenteerd in bent. Misschien begrijpt u dan ook dat ik nu 8 jaar lang geen interview meer heb gegeven. Dat ik ook veel heb moeten nadenken over mijn leven. En heb moeten nadenken. Ik denk, ja, waarom heb je allemaal over deze beslissingen genomen? Hoezo en waarom? Maar ja, toch denk ik dat je daarin niet moet blijven hangen. Nee. Want toen ik die beslissing toen nam, dacht ik dat het de juiste was. Wat is de conclusie van het 8 jaar nadenken? Wat is de meest leidende inzicht wat u hebt gekregen in die 8 jaar? Dan kom ik terecht bij mijn huidige man. Daar heb ik eigenlijk voor het eerst ervaren, en dat ging ook stapje voor stapje, dat ik mocht zijn wie ik ben. Ik kan heel emotioneel zijn, ik kan op de gekste momenten in huilen uitbarsten. Hij laat me, want dat ben ik. Hoewel ik nu in een heel andere wereld terecht ben gekomen, vind ik het zoveel puurder, zoveel mooier. Ja. Omdat u bij uzelf terecht aan het komen juist, bent. Juist, ja. En dan sta ik daar in Sleenaken Eupen voor het eerst op een balkon en kijk uit over de wei, dus met de prachtige koeien en koetjes. En dan zei ik in het begin nog wel eens gekscherend, ho, een paar jaar geleden keek ik uit over de Middellandse Zee en dit. En wat is nu mooier, deze wei dus met die koeien? Ja, het is prachtig. Met welke zin, met welk lied zou u willen afsluiten? Wat zou u mij en de kijkers mee willen geven? Ja, dat het leven waard is om te leven. Iedere dag weer. En ook al verval je af en toe in melancholie, mag ook, want dat geeft je wel weer een innerlijke drang om die passie te gaan meedelen aan iedereen. En liefde. Leefde Isus gegeven. Met de leefde sluiten we af. Fantastisch. Dank voor de bijzondere ontmoeting, Marion Lambrix. Dank je. Eens gelijk. Rob, dat bandje Dishwasher, mm-hmm. Dat ken je toch? Nee, het zegt me zo niks. Nee, ik ben wel benieuwd, maar nee, sorry. Oh, omdat ze niet uit Limburg komen zeker? Dishwasher is een bandje uit Gent en het afstudeerproject van drummer Arno Grootaars. Hoewel het trio een jazzachtergrond heeft, proberen de muzikanten de grenzen tussen genres open te breken om zo tot een unieke sound te komen. Het trio vulde zijn quarantainedagen met jamsessies en wandelingen en die resulteerden in een bak nieuw materiaal.
Shelter van Zonzo Compagnie uit Antwerpen was in de wintereditie van Cultura Nova te zien in Theater Heerlen, zonder publiek, helaas. Zonzo Compagnie creëert een zintuigelijke wereld waarin nu eens de muziek, dan weer film of tekst ons loodsen door de gevoels- en belevingswereld van een kind dat zonder herinneringen is aangespoeld op een strand. Door het gaatje in de muur ziet de jongen enkel nog het grote zwart. Behalve onder een hoge straatlamp verderop. Links, rechts, links beweegt een lint aan de stok van een meisje. De jongen ziet nog net hoe een pleister haar linkeroog bedekt. Hij hoopt voorzichtig dat het lint haar andere oog niet raakt. Want wie niets kan zien, kan vast niets vinden. Die nacht viel hij in slaap terwijl hij de vele sterren telde. En verder was er enkel hij en de zee. Rare vogels daar in het zand, blote benen daar in het zand. Buren gluren, gewoon blijven turen. Wow, veel nieuwe buren. Flip, flap, toep, tap, too hot, take it all. Ze blazen de wind in de kokokorokokotillen. Zand tussen tenen en billen. Smeren, smeren op buiken en benen. Wiet speelt dat kleed? Ha! De golven van mensen, ze hebben gevolgen, kreunen, woelen in de hitte van de zon. Groot was de golf die erna kwam spoelen. Flip, flap, toep, tap, hot boys, take it all. Daar in het zand, blote benen daar in het zand. Buren gluren, gewoon blijven turen. Wow, veel nieuwe buren. Ja.
blazen, blazen. De wind in de kokokoro, kokodillen, zand tussen tenen en billen. Voel tof, lekker, check. Smeren, smeren op buiken en benen. Wit spul dat kleeft, wie niet smeert is een kreeft. Gluren, turen, blikken in de uren. Haarige dekens gewoon blijven turen. De golven, ze komen, de golven van mensen. Ze hebben gevolgen, kreunen, woelen in de hitte van de zon. Groot was de golf die erna kwam spoelen. Geluk heeft dat hij een huis heeft. Hij vindt het zielig voor de anderen. Verderop nadert een man met een dampende doos. Hij maakt torentjes die je snel moet likken voor alles uitloopt en verdwijnt. Leek, triep, triep, leek, leek, triep, triep, leek, leek, triep, triep, leek, leek, triep, triep, leek. Hoe sneller hij leekte, hoe trager het smelt. Hé, hey, jongeman, huh? Kom maar op met dat geld, hé. Hey. Betalen, betalen! Ik zat in zo'n groot, rommelig café waar mensen moedeloos koffie drinken om de tijd te doden. Opeens kwam er een man binnen die in een toestand van bezinningsloze beschonkenheid verkeerde. Hij behoorde echter niet tot de lallers of de hossers, maar hij leek meer op iemand die zojuist uit een luchtballon is gevallen en nu nog altijd vruchteloos bepeinst hoe die op zijn pootjes terecht heeft kunnen komen. Hij had het doorgroefde hoofd van iemand die voor hete vuren heeft gestaan en de knoestige handen van een werker. Hoewel er vlak naast hem een tafeltje leeg was, ging hij na lang dubben tegenover een persoon zitten die chagrijnig een balletje gehakt nutterde. Die persoon zei niks. Hij keek alleen, zorgvuldig kauwend. Meneer, zei de kelner. Hij was oud en droeg het formele masker van een functionaris die een klant helpt. Black coffee, sprak de beschonkene. Hij was dus niet van hier. Hij was van daar, van de haven, die zich aan gene zijde van het venster in de schemer begon te hullen. Koffie voor meneer. Terwijl de kelner wegging om het te halen, greep de zeeman in zijn jaszak en haalde daar een prop papier uit. Naar voren gebogen, met een zwaar hoofd dat wiebelde op de steel, begonnen zijn grote handen die prop te ontrafelen. Het waren vijfjes. Hij streek ze één voor één glad en legde ze naast elkaar op tafel. Acht waren het er. We telden allemaal mee. De gehakteter met koude ogen, een nevenzittend echtpaar dat zuinig thee dronk. De kelner schoof het een beetje opzij om de koffie te kunnen neerzetten. En de zeeman begon, schemerig naar hem opkijkend. What do you... Look, zei de kelner. En hij nam er één bankbiljet af, alsof hij er een goochelkunst mee ging doen. Hij gaf het wisselgeld en maakte toen een gebaar dat alles in orde betekende. De man stak de kwartjes in zijn zak. Hij schoof de zeven biljetten bij elkaar en hij stak ze de kelner toe. Die deed zijn handen haastig op zijn rug als een kind dat niet mee wil doen aan een gemeen spelletje. Take it, riep de zeeman. Iedereen keek, zwijgend, loerend. Over het lodderige hoofd van de man heen zei de kelner tegen de zaak, maar ik kan dat niet doen. I have plenty, zei de man en hij bleef wapperen met dat geld. Hij kwam overeind, kuste de kelner smakkend op beide wangen. Zijn ogen straalden van mensenliefde. Maar ik kan het niet doen, sprak de kelner getormenteerd. Nu greep de zeeman zijn hand en deed het geld erin. Neem het nou maar, zei de gehakteter nors. Dat kun je later altijd nog zien. Het was de tussenweg van Satan. Beschaamd drentelde de kelner met het geld weg. De zeeman wierp de klontjes met papier en al in de koffie. Hij roerde wat, stoot het kannetje room omver, keek ontmoedigd naar alles wat hij had aangericht en stond toen op. Bij de deur wendde hij zich moeilijk om en hij zocht met zijn blik de kelner. Brother, riep hij. Zijn glimlach was bepaald hemels.